Eerste Nederlandse royal met een openbaar social media account. En ze is niet uit het nieuws te slaan. Morgen wordt ze 21. Mooi moment om eens even terug te kijken op wat deze Eloïse in deze afgeleverde 21 jaar allemaal al heeft gedaan. Hi! Eloïse, Sophie, Beatrix, Laurence, Gravin van Oranje-Nassau. Het is een hele mond vol. Eloïse is dan ook Beatrix haar eerste kleinkind en vijfde in lijn voor de troonopvolging. Inmiddels is Eloïse volwassen en niet meer uit de media weg te denken. Ze is actief op Instagram en TikTok en wordt ook wel de Gravinfluencer genoemd. Ook neemt ze deel aan het jachtseizoen. Ja, hier! Wat ik heel vaak hoor is dat mensen het heel leuk vinden hoe authentiek ik ben en hoe open ik ben. En ik probeer ook echt zoveel mogelijk van mezelf laten zien en geen filter en helemaal niks. Maar dat zorgt ook af en toe voor de nodige relletjes. Eigenlijk van haar is dat ze gewoon zegt als royal. Ik doe dit gewoon. Ik doe dit gewoon. Ja. Ja, echt helemaal te gek. En ik zag hier dus ook op het moment dat ik naar dat uitzending zat te kijken, zag ik niks bijzonders. Helemaal geen kwaad in. Dat daarna zo'n ophef over is gekomen, dat elke BN'er vandaag tot en met Jan Versteeg. En afgelopen week is de Gravinfluencer wederom volop in het nieuws. Ja, zoals te zien in het programma In Your Face op het YouTube-kanaal van NPO 3... Er was een heel racistisch gesprek gaande op het terras. En Eloïse hoorde dat. En die stapte er meteen op af om daar iets van te zeggen. Ja, dus ze wordt pas 21. Ja, ongelooflijk. Heeft al heel wat gedaan. Ze heeft een soort twee levens al in één geleefd. Dus ze leeft echt haar leven maximaal op het moment. Grijpt alles aan wat haar leuk lijkt. En gelijk heeft ze. Ze heeft al een boek geschreven. Hè? Een boek geschreven. Een soort iets waar de favoriete strandtent is. Learning by doing. Ja, en allemaal leuke kooktips. Maar ja, hallo, we op de 20ste of 19 was het toen. Ja, hartstikke gedaan. Had jij je eerste boek uit op je 21ste? Sterker nog, mijn eerste boek moet nog schrijven. Allemaal leuke programma's meegedaan, perfecte plaatje. Ja, en ze doet gewoon, ze heeft nu 400.000 volgers op Instagram. Ze heeft 4,2 miljoen likes op TikTok. Ze is echt de eerste vloggende royal. Maar dat vroeg ik mij af, is zij ondertussen ook de populairste geworden? Nou, van dat al die royal dames. Dat Nederland, hè, via ons Hart van Nederland panel. En kijk maar even mee, ze nadert plek 1, maar toch staat nog steeds met stip bovenaan koningin Maxima. Oeh. Met 31%, dan 19% gravin Eloïse. En dan komt ze dus toch een stuk boven prinses Amalia uit. Dus je ziet toch, als je veel in de publiciteit bent, dan helpt dat toch. Dat mensen kennen toch? Haar, ja, ja. Dat vond ik ook. Ik denk eerlijk gezegd dat Bakgate haar heel veel goed heeft gedaan. Nou, wat denk je van afgelopen als we dit, week? Als we dit een maand geleden hadden gevraagd, was het denk ik een stuk lager. Ja, omdat ze dicteert bijna het nieuws. Hè. Afgelopen maandag natuurlijk met het nieuws dat ze het opneemt op het moment dat er op een terras zeer discriminerende opmerkingen worden gedaan. Ja. En dus je ziet wel dat Nederland haar steeds beter leert kennen en haar ook steeds meer gaat omarmen en haar gewoon heel echt vindt, heel leuk vindt. Leuker, jij vertelde al dat ze zo echt is en met jou meegewezen. Ze is heel leuk en heel maatschappelijk betrokken en een hele leuke combinatie ervan, want het blijft een leuke jonge vrouw, maar ze wijst je ook terecht als ze dingen niet oké vindt. En heeft ze het ook nog gehad over wat ze dan de komende jaren wil doen? Want ze pakt natuurlijk alle leuke dingen en gelijk heeft ze, maar heeft ze ook nog een plan of een lange termijn? Nou, ik denk gewoon dat ze nu, er komen zoveel leuke dingen op haar af. En ze moet natuurlijk de eigen centjes verdienen. Laten we dat niet vergeten. Dus daarom kan ze ook heel veel dingen doen. Ik denk dat ze daar gewoon enorm van gaat genieten. En ik weet zeker dat ze iets maatschappelijk betrokken erbij gaat doen straks. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Jochens is pas 21. Leuk hoor. Nog een half uurtje. Ja. Hey, en zo'n Amalia, denk je dat die zit te kijken en denkt, had ik gevonden? Ik denk niet dat ze daar jaloers op is. Zij probeert juist heel erg haar beweging op social media af te scheiden. Hè. Zij, elke keer verandert ze van Instagram-account. En ze is er nu helemaal stil op, vanwege natuurlijk die veiligheidssituatie. Ja. Dus ja, zij zit in zo'n ander pakket. Zij moet straks koningin worden. Dus zij is er niet bij gebaat om overal maar een inkijkje in te geven. En ja, zij kan dat wel doen, Eloïse. En dat doet ze dan ook met verve. Leuk hoor.